Realityster Louisa Jansen, 38 jaar oud, heeft haar inzending voor het Eurovisie Songfestival officieel gedaan. Op haar Instagram-account heeft ze haar aspiraties gedeeld om Nederland te vertegenwoordigen in het prestigieuze liedjesevenement. Tegelijkertijd heeft ze laten weten dat ze ook vrede zou hebben met een eventuele afwijzing. In haar Instagram-post erkent Louisa de uitdaging van de competitie, waarbij de deur naar deelname volgens haar gevoel slechts op een kier staat. Ze is zich bewust van de bescheiden kans op selectie, maar is vastberaden om het op zijn minst te proberen. Ze schrijft: "Ik weet dat de deur open staat voor heel Nederland, voor mijn gevoel op een kier, en dat de kans klein is, maar heb het in ieder geval geprobeerd. Nu hopen op een mooie mail van de Tros, zo niet dan heb ik er zeker vrede mee en ga er gewoon vanuit dat er vele betere mooie zangers en zangeressen zijn." Louisa kondigde in augustus al haar intentie aan om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival, maar had toen nog geen geschikt liedje gevonden. Het is vermeldenswaardig dat Louisa geen grote muzikale successen heeft behaald in haar carrière tot nu toe. Haar eerdere poging om door de auditieronde van Idols in 2003 te komen, was niet succesvol. Naar verwachting zal de Nederlandse vertegenwoordiger voor het Eurovisie Songfestival naar voren komen in de tweede helft van december.